Ja, ik heb alleen maar ploegmaten voor me gezien de hele laatste 10 kilometer. Dus dat was super goed en die mannen die hebben me gewoon super goed gebracht. Kasper die ging als tweede door de laatste bocht, ik als derde. En toen is hij aangegaan. En daarna was de laatste 200 meter voor mij. Dat is wel nog een heel eind, hè? Ja, klopt. Maar goed, ik moet het ook hebben van een lange sprint eigenlijk. En zeker als het zo een beetje oploopt en je weet die mannen die als vijfde, zesde door de bocht gaan, die hebben echt wel wat achterstand. Ik voelde ook wel dat er nog wat op zat, dus ja, ik was blij dat ik het af heb kunnen maken. Is het grote verschil met de eerste sprint, dat het nu een beetje zwaarder was voor jou? De eerste sprint gingen er gewoon wat dingetjes fout met de ploeg en ook met mezelf. Waardoor ik eigenlijk nooit aan sprinten toe ben gekomen en dan zat ik daar met mijn goede benen. Ben ik eigenlijk naar de zesde plek gestuurd in plaats van gesprint. En daar hebben we hebben de beelden goed bekeken, we hebben het er met elkaar over gehad. En er waren een paar punten die beter moesten en die hebben we vandaag veel beter gedaan. Je volgende wedstrijd is Kuurne-Brussel-Kuurne. Acht je je daar ook in staat tot een mooie prestatie? Dat hangt er helemaal vanaf hoe de koers gaat. Het is veranderd, hè? Ja, precies. Maar ook, kijk, er zijn natuurlijk jaren geweest. Er is bijvoorbeeld een jaar geweest dat Groenewegen heeft gewonnen. Maar er zijn ook jaren geweest dat er helemaal niet zoveel mannen in een groepje of zelfs mensen solo aan de finish kwamen. Dus dat is een wereld van verschil natuurlijk. Wat is de rest van je programma nog? Kuurne, Parijs-Nice en dan een heel groot deel van de klassiekers. Oké, dankjewel. Succes.